Maar hij komt hier. Ja. Dus jij komt hier als mens, als wie jij bent. Gewoon thuis. Gewoon thuis. Ik ben dus hier om hem een beetje uit te horen over wie die is en hoe het zo gekomen is dat we al een tweede buurtfilmfestival gaan organiseren. Ja, mijn eerste lessen waren eigenlijk ook van jou. En nu zitten we hier als collega's. Mooi. En Kibberet, je hebt behoorlijk weer wat opgezet. Je bent bezig met het buurtfilmfestival nummer 2, klopt dat? Ja, we zitten nu met de tweede editie van Amsterdamse Buurtfilmfestival. Ik ben inderdaad veel eerder begonnen met de buurtfilm of met buurttelevisie. In 2006 ben ik begonnen met coachen, trainen en ook een beetje met redactie meewerken aan de buurttelevisie Nieuw-West. Langzaam van Nieuw-West naar Oost. En nu wil ik de hele Amsterdam Buurtfilmfestival organiseren. En waarom wil je dat nou, Kibberet? Weet je wat, Helena? Voor mij gaat het over de intimiteit van de stad Amsterdam. Als een televisie van de NOS komt, of AT5, of noem het wat, die kunnen wat mooi verhaal maken, maar zeker nooit, nog nooit als de insiders. Bij de buurtfilmpjes komen zeker veel intensieve verhalen naar voren. Want die wordt gemaakt door de bewoners zelf. Die wordt gemaakt door de jongeren uit de buurt zelf. Nou, stel bijvoorbeeld als je professioneel bent, dan kun je zeggen, goh, wat een rood geluid, of wat een rode kleurcorrectie, of wat een rode camera shots, of een standpunt, noem het wat, alle terms van professioneel, waar ik ook zelf van geleerd heb. Maar niemand van die filmmakers zeggen, dit is een verhaal die zegt mij niks. Dat zegt niemand. Ze kunnen wel best klakken over de kwaliteit van de geluid, van de camerabeweging, van de standpunten, maar zeker niet van inhoud van het filmpje. Je komt daarom zo dichterbij, zo echt bij de originaliteit van Amsterdam. En je mag wel weten, Amsterdam is nu van 180 nationaliteiten, van de mensen van 180 nationaliteiten, waar ik ook zelf bij hoor. Hè? Ja.